Dag, reviewvrienden. Minder vrolijk dan normaal. Dat heeft ermee te maken dat ik normaal zeg, wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmedje opgestuurd? Maar dit keer weet ik dus wat eronder zit en wat Achmedje dus heeft opgestuurd. En dat maakt me alles behalve vrolijk. Want hieronder zit het allerergste van het allerergste. Dit product wat hieronder zit, is over de hele wereld bekend. En niet omdat het zo ontzettend lekker is. Maar goed, wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmedje opgestuurd? Surströmming. Nu hoor ik jullie denken, surströmming. Leuk Jan, wat is het? He? Het is een blikje. Surströmming verleren. Oh, leuk, surströmmingfiletjes. Maar wat is er nog steeds mis? Er staat ook een wolfje op. Is het dan misschien wolfsvlees? Nee, dit wolfje heeft een klein stukje surströmming gegeten. En die staat hier verschrikkelijk te kokhalzen. Dit staat bekend in de hele wereld als het allervieste product ooit gemaakt. Het meest stinkende en meest gore product wat er is. In de hele wereld zijn er ook YouTube-filmpjes te vinden van mensen die hier een hapje van nemen en gelijk moeten kotsen. Of überhaupt geen hapje nemen, omdat ze bijna flauw vallen en wegrennen. En dus leek het Achmed leuk dat Jan, bij Jan's Reviews, ook aan de surströmming ging. Of aan de surströmming ging. Kom er nou niet meer uit. Er zijn wel eens dagen dat je geen zin hebt in dingen. Dit is zo'n dag. Ik heb wel één ding al bij me. Een kotsbak. Want het schijnt echt verschrikkelijk te zijn. Laten we beginnen. Oh, ik wil niet beginnen. Ik heb een blikopener nodig. En een vorkie. Ik heb echt gewoon moeite om het blikje open te maken. Het schijnt namelijk te zijn dat je alleen als je zeg maar het eerste eitje er doorheen knijpt, dat er al een geur van mousserende lijken omhoog komt, waar je al direct helemaal dood en doodziek van wordt. En dan moet je het nog eens zien, want het schijnt dus enige vis in de wereld te zijn waar haartjes op zitten, zo gefermenteerd en rot dat het is. Maar goed, laten we nou maar beginnen, want dan ben ik er tenminste vanaf. Holy fuck! Oh! Het spoot eruit! Het ruikt naar stront. Mijn hele vieze babystront die echt alleen maar kool heeft gegeten. Oh mijn god, het zit gewoon op me al. Oh. 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 Ik kan wel kotsen. En het stinkt hier al in het huis. Nou, er zit eigenlijk geen haar op. Maar het stinkt zo verschrikkelijk. Ik heb mijn neus al dicht gedaan. Er zitten hier dus stukjes vis in. Of liever gezegd, hele visjes. Dit ruikt zo verschrikkelijk smerig. En het allerergste is, het schijnt ook nog eens verschrikkelijk te proeven. Want weet je wat het is? Soms stinken dingen, maar in het mondje zijn ze best lekker. Ik noem een Frans. Je moet het niet te dichtbij hebben hoor. Ik noem een Frans kaasje. Ik noem bijvoorbeeld een gekookt ei. Het was een gekookt ei geroken. Je wordt helemaal gek. Heeft niets te maken met de geur wat hieruit komt. Het begint te prikken in mijn ogen. Ook nog eens erbij. Oh, ik krijg ook gelijk hoofdpijn, jongen. En dan dus te bedenken dat dit een delicatesse is in Zweden. Dat ze gewoon denken, oh, lekker, Björn, wat had je meegenomen? En dat Björn zegt, oh, ik heb een lekker blikje surströmmingsteller meegenomen. En dat ze zeggen, oh Björn, wat lekker, veel, zo lekker, geef me snel.
Nou, je mag ze houden, godsamme kraken. Ik kan toch wel zien aan mijn verschijning dat ik wel iemand ben die zonder problemen dingen in de bek duwt en een paar keer op koud naar binnen slikt en denkt, nou, nog een hapje. Ik zit denk ik nu al een minuut of 10 met dit filetje op dit vorkje. En ik krijg het niet voor mekaar om het in mijn mond te stoppen. Die diepe, rottende strontloeft. Die weerhoudt mij om nog iets te doen. Oh, het is toch zo zuur als de pest. Het is alsof je je tong tegen een accu aanhoudt. Oké, daar gaat-ie. Jonge kijkers, doe dit niet na. Oude kijkers, doe dit ook niet na. Kijkers, doe dit gewoon niet na. Want dit is gewoon eigenlijk niet nodig. Dit is eigenlijk gewoon een hele smerige rotgrap van ons Achmetje. Ik ga het opeten, proberen. Ik ga doorslikken, proberen. Als het niet lukt, dan gooi ik het in dit schaaltje. En dat hoop ik niet dat het gebeurt, want ik heb geen zin om te kotsen. Maar aan de andere kant heb ik ook geen zin in een stuk gefermenteerd vis in mijn buikje, waarvan ik eigenlijk de hele dag denk, nou, daar gaan we. Oh, het is heel zacht. Oh, heel vies. Oh. 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 Het heeft de structuur van een rolmops, een ingebakken haring. Het heeft de smaak van een gefermenteerd verrot. Ik ben niet zelf stil, maar. Oh, dat is erg. Ik heb een fijn gekoud, maar ik durf het niet doorslikken. Het smaakt zout, heel zuur. Ik heb het doorgeslikt. Oh, ik heb het gevoel dat ik gekotst heb. Ken je dat je alles zeer doet van het zuur en oh, die geur. Oh. Oké. Oké, dat was het. Ik ga hier echt niet meer van eten. Ik denk dat ik 3 dagen mijn tanden ga poetsen. Ik denk dat ik 8 flessen mondwater naar binnen ga slikken. Deze geur moet uit mijn lijf. Deze smaak moet uit mijn mond. Ik ga trouwens hier alle ramen deuren tegen elkaar openzetten. Ik kan dit niet meer aan. Ik ga dit dus heel snel naar buiten flikkeren ook. Ach, het zit ook allemaal op de tafel. De surstramming fillet. Oh, ik begin nu echt een serieuze kokhalzen. Die krijgen wij. Niet eens een cijfer. Ik geef deze cijfer. Ik wil gewoon. Het is mooi geweest. Het is klaar. Bedankt voor het kijken.